De zogenaamde superbloedwolfmaan zal op de ochtend van maandag 21 januari verschijnen. Volgens astrofysicus Mark Fokker van de Astronomische Kring Nijmegen moet die naam met een korreltje zout genomen worden. De naam impliceert dat er 3 natuurverschijnselen te zien zijn, maar volgens Fokker gaat het maar om 1 verschijnsel, een maansverduistering. De maan die komt in het schaduwpad van de aarde te staan, waardoor dus de volle maan een aantal uren steeds donkerder begint te worden. Nou is het zo dat die niet helemaal donker gaat worden, want er valt wat licht door de dampkring, wordt door de dampkring van de aarde afgebogen richting de maan, waardoor die een hele rode kleur gaat krijgen. En ja, dan komen we op het interessante thema bloedmaan. En wie dat bedacht heeft, ja, die zou een prijs voor proza moeten krijgen. Want het is toch een beetje, het is gewoon een verduisterde maan. En het heeft dus met bloed eigenlijk helemaal niks te maken. Fokker reageert verrast op de naamgeving. Hij vraagt zich af of het relevant is om voor dit soort verschijnselen een apart woord van stal te halen. Als je op het dichtste punt staat, dan zijn er mensen die hebben het dan over een supermaan. En ja, het is gewoon de maan die in een baan rond blijft draaien. En die baan is wat ellipsvormig, waardoor er dus punten zijn, gelegenheden zijn waarop die dus dichter bij de aarde staat. En soms ook wat verder weg van de aarde staat. Dan vraag ik me af welke mensen dat verschil ooit gemerkt hebben. Ga maar eens heel goed kijken. Je ziet er eigenlijk geen verschil aan. Als je het gaat meten, dan kom je erachter dat hij een paar procent groter is. Ja, wolfmaan. Daarvoor moest ik echt Google gaan raadplegen. Maar dat schijnt te maken te hebben met dat het de eerste volle maan is in het jaar. Het is ook een vreemde term. Wordt er ook een term bedacht voor de laatste volle maan in het jaar, heb ik me afgevraagd. Of de derde volle maan. Hoe gaan we dat? Is dat relevant om daar een apart woord voor van stal te halen? Op de overgang van zondag op maandag vindt de maansverduistering plaats. Ook vanuit Nijmegen zal het fenomeen goed te zien zijn. Dat kunnen we goed zien. Ik heb daar straks weersvoorspellingen gecheckt en dat ziet er heel veelbelovend uit. Maar je zult er wel heel vroeg voor op moeten staan, want het is echt diep in de nacht of in de vroege ochtend als je dat wil zien. Ja.